Hallo, welkom bij deze video-instructie waarin ik u vertel hoe u een video kunt invoegen in PowerPoint. Voor het invoegen van een video klik ik bij het tabblad Invoegen, keuzepijl bij de knop Video, Video uit bestand of ik klik op de knop Object bij de dia. Ik klik op de video met de naam Op Weg. Het kader waarin de video wordt afgespeeld kan ik met de formaatgrepen verkleinen of vergroten. Bij een geselecteerde video verschijnen de tabbladen Opmaak en Afspelen. Hierin staan de opties waarmee ik de video kan bewerken. Een video kan ik aan het begin of het einde afknippen. Ik klik bij het tabblad Afspelen op de knop Video Knippen. In dit venster staat een afspeelbalk met een rode en een groene knop. Ik sleep de groene knop naar links om aan het begin te knippen en gebruik de rode knop om het einde te verkorten. Met de knoppen vorige en volgende frame kan ik de video per frame bekijken. Een snelle manier om de video te bekijken is in de tijdbalk te klikken en de blauwe schuifregelaar te gebruiken. Ik bevestig de wijziging met de knop OK. Met de videostijl geef ik de video een kader. Ik klik bij het tabblad Opmaak en kies Videostijl. De randen van de Videostijl kan ik een andere kleur geven met de knop Videorand. Met de video shape geef ik de video een andere vorm. In de video kan ik ook tekst plaatsen. Ik klik bij het tabblad Invoegen op de knop Tekstvak, sleep de muisaanwijzer diagonaal en typ op weg. Ik bekijk het resultaat door bij het tabblad Afspelen op de knop Afspelen te klikken. De tekst blijft bij de hele video zichtbaar. Ik kan de tekst ook voor een deel van de frame zichtbaar houden en daarna laten verdwijnen. Ik plaats hiervoor in de video een bladwijzer en koppel deze met een trigger aan de animatie van de tekst. Ik selecteer het tekstvak, klik bij het tabblad Animatie op de groep. Geavanceerde animatie op de knop Animatie toevoegen en klik bij de categorie Eind op Verdwijnen. Ik klik op de video en klik bij het tabblad Afspelen en sleep de afspeelbalk tot ongeveer 2 minuten 30. Ik klik op de knop Bladwijzer toevoegen. Ik selecteer het tekstvak en klik bij het tabblad Animaties op de keuzepijl Trigger. En kies voor bladwijzer 1. Er wordt bij het tekstvak een bliksemsymbool geplaatst. Dit is het symbool van een trigger. Ik speel de huidige dia af in de diavoorstelling om de animatie te bekijken. Ik klik in het tabblad diavoorstelling op de knop vanaf begin en daarna op de pijl. Ik zie dat de tekst zichtbaar blijft tot de bladwijzer daarna verdwijnt. Dit was in een vogelvlucht hoe u een video aan een dia kunt toevoegen en bewerken. In de volgende dia leest u de samenvatting.